Het wordt in Oekraïne wel de OPA-eenheid genoemd. Een groep van mannen op leeftijd die kunnen werken met verouderd materieel. Ze zijn van grote waarde voor Oekraïne. Zeker nu Rusland met veel meer wapens, munitie en soldaten probeert door te drukken aan het front. De eenheid bestaat vooral uit soldaten op leeftijd. Officieel zijn ze te oud om te vechten. Ervaring is hard nodig aan het front en daarom wordt toch een beroep gedaan op de eenheid. En zeg nou niet dat de oudjes versleten zijn. De tekorten zijn groot. Te weinig soldaten, te weinig munitie. En dus moet er geïmproviseerd worden. Met mannen die eigenlijk van hun pensioen zouden kunnen genieten en raketten uit lang vervlogen tijden. In een garage op een geheime locatie worden oude, haperende raketten opgelapt. Met een soldeerbout en een hamer. Самые старые, не старые. Главное, чтобы они сухие были. Потому что они лежат в посадках, напитывают влагу. Мы их стараемся здесь просушивать, вот так вот ремонтировать, ну и отправлять. Gevaarlijk werk? Он не курит, короче. Да. No smoking. Это будет подобу. Ze snappen niet waarom de aanvoer van moderne wapens uit het Westen stokt. Чего вы жалеете? Що ви з нею там робите, з тією зброєю? Ви ж просто сидите на ній. А війна тут, вона не там, вона тут. Тут люди потребують її. In de garage de laatste controle van de mobiele lanceerwagens. Працюємо швидко, дуже швидко. Тому що якщо якась угроза з неба, ми швидко складаємося. Навіть хвилини не проходить, як ми складаємося і вже уходимо. Ze racen af en aan naar het front. Grootvader is blij als hij even thuis is. Hij woont met vrouw en kleinkind in een stad die regelmatig onder vuur ligt. Raket, raket. Het familiemotto is niet vluchten, maar vechten. Очень большая цена. Очень большая. Но что сделать? Если не мы, то кто? De eenheid vecht door tot het bittere eind. У нас є задача. Треба спочатку закінчити війну, а потім вже будемо горювати. Vijf soldaten van de eenheid zijn inmiddels begraven.